kinderen zijn is heel belangrijk. En we onderschatten het vaak, maar ook bij kinderen is dat super, super, super belangrijk. Nou, daarover gaan we vandaag praten met mevrouw Angela. We gaan het hebben over kinderyoga en mindfulness. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Ik ben Aranza en samen met cameraman Rivelino Tjuntaksen brengen wij u het eerste deel. Mevrouw Angela, hoe gaat het met u? Welkom. Het gaat goed met mij, dankjewel. Bent u Suriname, geniet u al zo'n beetje van ons lekker natuur? Heerlijk, het weer is echt heerlijk. Ja, nou om gelijk met de deur in huis te vallen, ik heb net gezegd, we gaan het hebben over kinderyoga en mindfulness. Maar allereerst wil ik vragen, wie is Angela precies? Nou, mijn naam is Angela Ramjan en ik hou van het leven, ik hou van avontuur, ik hou van Suriname en ik hou van warm weer. En ik vind het heel belangrijk om in waarheid te leven en in geluk te leven. En ik hou van kinderen, en ik hou van yoga, ik hou van India ook. En ik doe ook ayurvedische massages, ik doe reiki. Dus een hele plaatje, mensen helpen voor een gezonde lifestyle. Healthy lifestyle, vanaf jong als oud. U heeft het heel mooi gezegd, jong als oud, want dat is eigenlijk waarom het zo bijzonder is, kinderyoga. Waar is dat allemaal voor u gestart? Of bezig te zijn met een gezonde lifestyle, alles dat u zegt dat u... Ja, het is gestart in 2016-17. Ik had een kantoorbaan en tijdens mijn kantoorbaan merkte ik dus dat ik niet gelukkig was. En het speelde eigenlijk al een tijdje, maar daarna ga je ook echt naar kijken van wat maakt me echt gelukkig. En ik heb dus echt gekozen de richting yoga en mindfulness en naar geluk. En ik hou van kinderen en ik hou van yoga, dus ik had zoiets van waarom niet? Kinder en plus yoga is maakt een kinderyoga, dus ik heb toen een opleiding gevonden in Arnhem en stage ook gelopen en ja, ik hou echt heel veel van kinderen. Ja, ja. Daar is het eigenlijk allemaal voor u begonnen. Ja, zeg maar. Ja, zeker. U heeft het over mindfulness. Voor de mensen die niet weten wat dat is, kunt u dat even uitleggen? Ja, mindfulness betekent letterlijk aandacht. Aandachtstraining. Dus als je dus zonder oordeel er gaat naar kijken. Dus stel dat je... je hebt een bordje eten en je kijkt met volle aandacht naar het eten. Hè? Wat voor gevoelens komt erbij? Welke gedachten? Is het eten lekker of is het eten? Wat ziet het eten heel mooi uit? De kleur of wat voor geur komt er vrij tijdens het, bij het, als je een hapje gaat eten? Of welke smaak komt vrij? Dat is dus mindfulness, is dus met volle aandacht richten. En dan zitten dus de gevoelens bij, de gedachten die bijkomen. Je kan ook gebruik maken van de adem zonder oordeel. Dus je ziet de dingen zoals ze zijn. Oké, okay, heel mooi om daarmee bezig te zijn trouwens. Ja. Gaan we even focussen op yoga. Hoe belangrijk is dit bij kinderen? Want je hoort wel yoga classes, maar je hebt heel zelden dat je hoort kinderyoga. Ja. Kinderyoga is heel belangrijk voor respect voor jezelf, respect voor anderen. Hè? Daar begint het ook bij. Compassie, hè? Medeleven tonen naar de dieren, naar de planten, naar de natuur. Concentratievermogen, hè? Vooral voor kinderen in de klas, maar ook gewoon kinderen die niet in de klas zitten. Dat heb je allemaal ook nodig. Ontspanning, lichaamsbesef, je zintuigen kunnen ontwikkelen ook. Maar ook rust hebben in je mind, hè? Een rustige geest hebben. Want als jij yoga en mindfulness gaat beoefenen, dan ontwikkelt bij het kind een evenwichtige en een stevige persoonlijkheid voor het kind. En daar kunnen ze ook dus beter omgaan met uitdagingen in het leven. En dan als je kijkt ook wereldwijd en ook in Suriname, hè, in de wereld waarin wij leven, hoe goed is yoga en mindfulness voor kinderen? En dat is ook de jeugd is de toekomst van morgen. En die mogen best wel, die mogen dat best wel ook doen. Want dat vormt hun natuurlijk ook. Ja, inderdaad. Ja, een evenwichtigheid eigenlijk, een evenwichtige persoonlijkheid. Ja. Inderdaad, is de jeugd de toekomst. U heeft het ook gehad over kinderen weerbaar maken eigenlijk. Wat houdt die kinderyoga precies in? Als men daaraan denkt aan kinderyoga, op yoga in het algemeen, wat moet men zich erbij voorstellen? Nou, dat is een, het is
het is een les met vooral met plezier, maar op een spelende manier. Het is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, maar ook de ontwikkeling. Dus hoe is de ontwikkeling van het kind, hè? De ontwikkelingsvaardigheden, motorische vaardigheden. Dus elk les is gebouwd op deze vaardigheden. Dus de ontwikkelingsvaardigheden en ook de leeftijd. Dus een kind van 4 jaar kan je niet lesgeven, dezelfde les aan een kind van 14 jaar. Hoe ziet zo'n lesbouw uit? Er zit er dus, je krijgt een stukje uitleg. Er zit ook yogafilosofie in. Hè? Respect voor de natuur, respect voor anderen. Hoe kunnen wij bijvoorbeeld ook geweld, hè? Geen geweld plegen. Op een spelende manier wordt dat in de les ingebouwd. Er zitten yogahoudingen in, ademspel in. Ademspel zorgt ook vooral in het hier en nu te zijn. Ja, je hebt ook kinderen met slapeloosheid, die kunnen dus ook gebruik maken van yoga. Concentratieoefeningen zitten ook in de les bij. Ontspanning, en dus kan nog een stukje yoga nidra kan ook in zitten. Maar ook visualisatie, dus er kan ook een stukje muziek in zitten. En dus vooral ook op een spelende manier. Het is niet altijd heel serieus. Nee. Er zit het altijd tussenin. Het is niet al wat men denkt, je staat de hele tijd... Je staat stil of je zit de hele tijd stil. Ja, goed. U heeft het gehad over mindfulness, u heeft het gehad over yoga. Maar denkt u dat er genoeg bewustwording is als het hierover gaat? Als het erop aankomt dat kinderen ook gewoon vanaf jongs af aan mentaal sterk gemaakt moeten worden? Ja. Heb je het hier over Suriname of wereldwijd? Ja, eigenlijk in het algemeen. Laten we de focus leggen op Suriname. Oké, is goed. Ja. Suriname is, ik denk dat er meer aandacht geschonken mag worden naar de kinderen, naar de jeugd. Hè? Dat er weinig aandacht wordt geschonken. Wat je nu erg ziet is dat er wel scholen zijn die kinderyoga aanbieden. Dat is eigenlijk te weinig in Suriname. En waar je het meest de jeugd kan bereiken is op scholen. Dus dan zou je bijvoorbeeld yoga en mindfulness in de klas kunnen aanbieden. Of yoga clinics aan kunnen bieden. En ja, al is het 2 of 3, 4 lessen. De kinderen hebben heel veel baat aan. Hè, ja. Hoe ze bijvoorbeeld pestgedrag. Ik heb hier in Suriname een aantal lessen gegeven. Ook in het binnenland heb ik les gewoon gegeven. En ja, wat je ook heel vaak ziet is pestgedrag. Maar ook, hoe ga je met emoties om? Heel erg boos zijn. Ja. Ja. Of verdrietig zijn. Juf, ik word boos. Maar wat gebeurt er? Juf, dan ga ik huilen. Juf, wat doe ik? Anderen zei, ik ga schoppen of ik ga vechten. En als wij op een jonge leeftijd al weten leren om te gaan met emoties zoals boosheid, verdriet, natuurlijk mag het er zijn. Maar hoe ga je daarmee om? Want later op een, als ze wat ouder zijn, kunnen ze ook beter mee omgaan. Het wordt meer gereguleerd, de emoties. Ja. En denk ook aan angsten. Dus eigenlijk een goed fundament leggen voor de toekomst van juist, het kind. Ja. In een geval waarbij een kind in een bepaalde omgeving is, dat kind wil zich uiten, maar die kan bijvoorbeeld niet. Wat zou uw advies zijn in zo'n geval? Als ik naar mezelf kijk, in mijn jeugd was ik ook best wel een kind die niet zichzelf, die niet echt kon uiten. Ik was best wel terughoudend en dat zie je ook merendeels bij heel veel kinderen in Suriname ook. Hè, terughoudend. Van hoe kan je het kind leren om zichzelf te mogen uiten, de gevoelens vooral mogen uiten. Dat kan je dus ook door yoga, hè? Dus visualisatie, ademhaling, aandacht aan het kind te geven, maar vooral te luisteren naar het kind. Wat wil het kind? En wat we vaak zien is mondje stil. Mm-hmm. Of want ik wil het niet horen. Dus eigenlijk wordt het kind onderdrukt. Mm-hmm. En zo wordt het geen stevige of een sterke persoonlijkheid in de maatschappij. En we willen natuurlijk ook burgers hebben die vol zelfverzekerdheid uitstralen. Hè? Met eigen waarde en eigen respect. En dus het is afhankelijk van het kind. Hè? Als het kind bij mij komt, één op één. Bijvoorbeeld, ik geef ook 1-op-1 lessen. Hè? Of het kan ook in de klas zijn. Zodat ze zich meer gaan uiten. Het is vooral contact maken met jezelf. Dus yoga zorgt dus ook voor dus dat de body en mind ook beter in balans is. En dat is dus aan de hand van ook met technieken die je dan uitvoert. Het kan ook aan de hand van een tekening. Zodat het kind niet kan uitspreken en dan heb je een visualisatie. En dan mag het kind zich uiten aan de hand van een tekening.
Dat ja. kan ook. We hebben het dus gehad over kinderen die, ik zal het even zo benadrukken, een normale opvoeding hebben gehad, een normaal verleden. Hoe gaat u om, of hoe gaan kinderen om met een traumatisch verleden? Hoe kijkt u daarnaar? Oké. Yoga biedt zo ook voor kinderen aan met traumatische ervaringen. Je kan denken aan kinderen met in de kinderthuis, hè, of weeshuizen. En ja, die kinderen die hebben waarschijnlijk geen ouder, of ze zijn, of de ouders kunnen het kind niet verzorgen. Dus het kind heeft eigenlijk voelt zich afgewezen, heeft een lage zelfbeeld, een lage eigenwaarde, weinig zelfvertrouwen. En yoga en mindfulness biedt ook dat je weer je eigen beeld kan opkreden, dat je ook meer zelfliefde kan ervaren voor jezelf. De liefde en de warmte, maar ook naar je omgeving toe. Dus dat betekent, yoga biedt een positieve staat van de mind. Dus yoga draait om positiviteit. Okay. Dus positieve gedachten. En ja, elk kind is, het is ook afhankelijk van het kind zelf, hè? Van wat heeft het kind allemaal meegemaakt heeft. Ja, en hoe zou u invulling willen geven hieraan om zeg maar de kinderen te helpen? Nou, stel dat ik uitgenodigd word in Suriname voor een kinderthuis of een weeshuis, dan zou ik sowieso in gesprek gaan met het bestuur of met degene die dat daar beheert. Kijken wat speelt er daar en wat kan ik betekenen voor het kind. En dan maak ik op maat een plan. En dan zou ik een les maken of twee lessen of drie lessen. En dat gaat over zelfvertrouwen, eigen beeld, eigen liefde, positiviteit, maar ook vooral emoties, hè, die het kind heeft en dat die er mogen zijn. Als het kind wil huilen, als het kind boos is, het mag er zijn. Onderdruk het vooral niet. En daarna komt ook het zonnetje. Nou, stel dat je nu een ouder hebt, een hele goede opvoeding gegeven heeft aan zijn of haar kind. Uiteindelijk komt dat kind in de samenleving terecht en een vriendenkring bijvoorbeeld heeft invloed, niet per se positief, op het gedrag van het kind. En dat kind vertoont op een gegeven moment rebels gedrag. Hoe kan een ouder in zo'n geval omgaan met het gedrag van de tiener? Ja, accepteren dat het zo is, hè? Mindfulness, zonder oordeel. Het kind heeft ja, vrienden die niet zo'n goede invloed hebben op het gedrag van het kind. Ouder kan met het kind gaan praten van ik merk dit of ik zie dit, dit is niet fijn en dat er uiteindelijk toch wel verandering komt. En zo niet zou je misschien ook aan yoga kunnen doen of meer dus dat je meer in contact bent met jezelf. Hè? Vaak als je zegt van dan de invloed van het kind van buitenaf brengt ook onrust. Ja. En dat brengt ook onrust in het gezin. En yoga zorgt dus ook voor dat je dus ook meer rust gaat ervaren. Maar het is afhankelijk van het kind zelf. Als het kind niet achterstaat, die tiener niet achterstaat, gaat het niet worden. Klopt. Gaat niet werken. Dus het werkt dus, van beide kanten eigenlijk. Juist. En als het kind niet wil, dan kan je ook niet veel doen. Ja. Heeft u nog informatie die u wilt toevoegen als het dus gaat om yoga bij tieners, kinderen en mindfulness? Ik zou dus voor de tieners, vooral ja, dus op de MULO-scholen, hè, middelbare scholen, dat daar ook vooral de aandacht wordt gegeven voor uitdagingen in het leven. Hè, dat ze met stress kunnen omgaan, want tegenwoordig ja, er zijn heel veel invloeden van buitenaf, economische situatie, maar ook heel veel druk, hè, op school met en verwachtingen. Maar ook de sociale media speelt er ook een rol. Pestgedrag. Ik zou zeker aanraden om yoga en mindfulness aan te bieden op deze scholen. Vooral ook om, ja, om die balans te hebben en ook die rust te hebben. Want als jij als je een rustige mind hebt, heb je ook een rustig, ja, heb je een gezonde lichaam. Allemaal mooi wat u heeft uitgelegd. En natuurlijk is het altijd goed als u hier, of eigenlijk, ik wil bijna zeggen, moet u doorgaan ermee. Dus wat zijn uw toekomstplannen als het hierom gaat? In Suriname. Ja. Nou, ik zou het liefst, ja, dat is echt wel mijn wens of mijn doel in Suriname om de kinderen en de jeugd, dus ook de tieners, ja, vooral yoga en mindfulness te verspreiden op scholen, kinderdagverblijf. Ik ben zelf ook trainer.
als trainer voor yoga en mindfulness geef ik ook dus korte yoga interventies en mindfulness interventies, zodat ik dus pedagogisch medewerkers, dat zijn dus de mensen van kinderdagverblijf en BSO's, en leerkrachten op scholen, daar kan ik training geven. En dan, zo kunnen zij dat ook toepassen in de klas. Als de kinderen binnenkomen, kan je ook een interventie geven. Als ze een toets hebben, kan je een interventie geven. Als ze druk zijn, kan je interventie geven. Dus hoe mooi is dat als de kinderen hier dat meekrijgen en als een extra vak zou kunnen aanbieden. Vooral voor hun mentale gezondheid, hè? Mentaal, emotioneel. Want ik zie dus heel veel gebeuren ook, niet alleen maar in Suriname, ook wereldwijd. En als wij goed voor de kinderen kunnen zorgen, dan worden zij gewoon hele mooie burgers, hele krachtige burgers. Ja, heeft u nog een boodschap om alles aan elkaar te regelen? Ik wil aan de jeugd van Suriname doorgeven. Blijf bij jezelf, je bent goed zoals je bent. En werk aan jezelf, aan je persoonlijke ontwikkeling. En als je ergens een school tegenkomt, of ga naar een yogaschool. En als het niet zo is, spreek je gevoelens uit. Of teken het desnoods. En je bent mooi zoals je bent. En ja, spreek het vooral uit. Je gevoelens. En laat niemand je vertellen wat niet mag. Want jouw stem telt. En met deze woorden van mevrouw Angela zijn we aan het eind gekomen van het eerste deel. We hebben het gehad over yoga, over mindfulness. Maar het allerbelangrijkste dat je sowieso moet meenemen is om je te uiten. Het maakt niet uit hoe jong je bent. Het is belangrijk dat je weet dat hetgeen je nu doet, hetgeen of het fundament dat je nu legt, belangrijk is voor de toekomst. Dat was het eerste deel. Gaat u nu weg, want mijn collega Richelle Maknak heeft een tweede deel voor u. Dankjewel Aranza. Kijkers, welkom bij het tweede deel van deze aflevering van In Gesprek Met. In dit deel praten we met Renate Sluisdom. Ze is Nederlandica en uitgever van het tijdschrift Tongo is Taal. Mevrouw Sluisdom, welkom in ons programma In Gesprek Met. We praten vandaag over uw tijdschrift Tongo is Taal. Maar we willen graag weten, wie is Renate Sluisdom? Renate Sluisdom is een talengek, moet ik misschien zeggen. Ik ben docent Nederlands geweest en ik ben het nog, maar voor de officiële dingen ben ik met pensioen sinds 1,5 jaar. Ik ben dus dol op de Nederlandse taal, op alles wat met die taal te maken heeft, met het onderwijzen van die taal. Maar ik ben ook erg dol op mijn andere taal en dat is Suriname Tongo. Oké, u heeft het al gezegd, u bent dol op uw taal. Waar is de liefde voor taal gestart? Ik denk bij mijn vader. Dat is heel lang geleden hoor, dus de mensen die kijken zullen hem niet meer kennen. Mm-hmm. Maar hij was journalist, 50, 60 jaar geleden, mm-hmm. Ewald Sluisdom. En de liefde voor taal is daar begonnen, de liefde voor lezen en voor taal. Ik kan me heugen dat we voor wiskunde best wel met een 5 thuis mochten komen. Maar voor Spaans, Engels en Nederlands mocht je geen 6 krijgen. Dat kon niet bij ons thuis. Dus ik denk dat het daar is begonnen. Okay. En waarom heeft u ervoor gekozen om een tijdschrift te maken? Al een tijdje heb ik het verlangen, laat maar zeggen een jaar of 4, om een tijdschrift uit te geven in Suriname. En dat is met name omdat ik vind dat onze mensen, jonge mensen, maar ook oudere mensen, niet genoeg lezen. En dan kunnen we ze, we kunnen boos op ze worden, we kunnen mopperen van jullie lezen niet genoeg enzovoort. Maar hebben we wel iets te lezen in Suriname? Er is weinig te lezen in Suriname.
Ik wil de kranten en de tijdschriften die er zijn niet, niet in een kwaad daglicht stellen, maar we hebben te weinig. Een paar kranten, dagbladen. We hebben natuurlijk Parbode, mm-hmm. een maandblad waarvoor ik regelmatig iets schrijf. Maar vanwege, voornamelijk denk ik vanwege onze economische situatie, kunnen we Parbode niet meer betalen. Of in ieder geval, veel mensen kunnen het niet meer betalen. Dus ik wilde eigenlijk allang een tijdschrift uitgeven. En ik kwam in mijn zoektocht, want ja, ik heb geen geld. Mm-hmm. Ik kwam in mijn zoektocht naar hulp, naar ondersteuning en naar geld, kwam ik bij de Nederlandse Taalunie terecht. En die hebben gezegd, van weet je, er is een week van het Nederlands, elk jaar in oktober. Dus misschien kan je dat doen. En zo is het allemaal begonnen. In 2021 zijn we voor het eerst dus uitgekomen met Tongen in Staal tijdens de Week van het Nederlands. Ja, en dan kunt u aangeven wat dus mensen die, dat, die in uw tijdschrift lezen, Tongen in Staal, wat vinden we voornamelijk in de inhoud van uw tijdschrift? We vinden allemaal zaken die Suriname en Surinamers aangaan. Zo hebben we bijvoorbeeld een vaste rubriek, wat lezen bekende Surinamers. Dat vinden mensen heel interessant. Maar bij de vorige editie hadden wij een artikel van een Chinese schrijfster. En de titel van haar artikel, op zijn Chinees, hadden we op de cover. En als we dan rondgaan bij vele Chinese winkels, supermarkten en zo, vonden ze het zo geweldig, zo leuk, dat ze konden lezen. Ze zeggen, hé, hey, weet je wat daar staat? Dit en dat staat er. Ja. Verder hebben we elk jaar, en eigenlijk ook elke maand, een taalles. Uh-huh. Dat is voor de, zeg maar, het niveau tussen eerste mulo en vierde mulo ongeveer. Ook begin, HAVO, zal ik maar zeggen. Dat is een heel uitgebreide les over een Surinaams onderwerp. Of in ieder geval een onderwerp dat Surinaamse mensen aanspreekt. En dan geven we op twee niveaus vragen en opdrachten. Zodat een heleboel mensen er wat aan hebben. Die taalles doen we altijd in het midden van het tijdschrift. Zodat je die eruit kunt halen en apart kunt gebruiken. Erg leuk eigenlijk voor kinderen vanaf, voor mensen vanaf de zesde klas. Groep 8, nou, zeggen we nu. Dus kinderen, zowel volwassenen, kunnen uw tijdschrift lezen en iets eraan hebben. Oké, natuurlijk werkt u niet alleen aan een tijdschrift. Wie werkt allemaal eraan mee? De lijst wordt te lang als ik alle mensen moet noemen, maar de twee belangrijke mensen die samen met me, zeg maar, de startgroep vormen, zijn Shanna Vasilda en Sharon Blaker. En dan hebben we in Nederland onze adviseur Marvin Hokstam. Mm-hmm. Met z'n vieren vormen we de startgroep. En twee hele belangrijke mensen zijn Roy Karto Muhammad. Hij is de vormgever. En Lucia Kitty. Zij is de eindredacteur. Ja. Dit jaar wordt Tongen in Staal dus voor de derde keer uitgegeven. Ja. Kunt u een terugblik doen op hoe het is begonnen en hoe het nu is? Ja, het is een beetje anders dit jaar. We zijn twee keer heel goed gesponsord door de Nederlandse Taalunie. Met een klein beetje extra sponsoring van de Nederlandse ambassade in Suriname. Dus het ging fantastisch. Maar deze beide organisaties kunnen geen structurele hulp verlenen. We moesten het dus anders gaan aanpakken. We hebben een crowdfunding opgezet. We hebben sponsorbrieven geschreven. En het heeft wel veel energie gekost, maar uiteindelijk hebben we dus voor elkaar gekregen een aantal sponsors in de Surinaamse samenleving, in het bedrijfsleven. Niet veel hoor, 3.
Maar een hele belangrijke sponsor is geweest de First Lady, het kabinet van de First Lady. Zij heeft met name het gedeelte gesponsord, want ik vergat te vertellen zo net, wat we elk jaar hebben, is een wedstrijd. We hebben een Maak je eigen Oddo gedaan, 2 jaar geleden. En dit jaar hebben we gezegd, schrijf je eigen Anansi-tori. Eigen Anansi-tori. En voor die Anansi-wedstrijd heeft de First Lady de prijzen beschikbaar gesteld. Ook bij de prijsuitreiking, die inmiddels geweest is, is er iemand van het kabinet van de First Lady aanwezig geweest. Dus we hebben via crowdfunding Surinaamse sponsoren gekregen, via zeg maar bedelbrieven naar bedrijven. En we kunnen dus niet in druk uitkomen. Mm-hmm. Het drukken is te duur. We hebben echt ontzettend veel hulp gehad, maar we moeten alle schrijvers betalen. We moeten de vormgever en de eindredacteur betalen. Dus we hebben het wel kunnen doen voor de website, want we hebben toch sowieso al een website. Mm-hmm. We komen dus uit dit jaar alleen op de website. We kunnen helaas niet drukken. Ja, dat begrijp ik. Oké, en kunt u een vergelijking maken van hoe de toegankelijkheid was van het tijdschrift voor de samenleving toen u begon ermee? En nu, hoe bent u verzekerd dat nu veel mensen uw tijdschrift te lezen krijgen? Ja, dat is een beetje een moeilijke vraag, want omdat we niet in druk uitkomen, zullen mensen dus naar de website moeten gaan op www.tongenistaal.com, een makkelijk te onthouden website. Dus het gaat misschien een tikje moeilijker, maar aan de andere kant, we zijn al veel meer bekend en bij de tweede editie merkte ik al dat mensen me begonnen te vragen van wanneer komt Tongenistaal weer? Vooral hele jonge lezers. Ja. Het is eigenlijk niet eens bedoeld voor mensen onder de 13 jaar. Maar ik heb ook hele jonge lezers waarbij ouders naar me toe komen en zeggen van, u bent toch niet mevrouw van Tongenistaal, wanneer komt het weer uit? Sommige mensen denken dat het een maandblad is. Dus ik hoop dat de mensen, en dan reken ik op mijn collega leerkrachten Nederlands, dat ze massaal de kinderen blijven interesseren voor de website. Dan terug naar een algemene situatie. Hoe belangrijk is taal voor u? Of hoe belangrijk vindt u taal voor, dus vooral jongeren? Taal is het belangrijkste op zoveel gebieden. Mm-hmm. Taal is onze cultuurdrager. Taal is de manier waarop we ons uiten. Of we nou zingen of praten of schrijven of dansen. We gebruiken een vorm van taal. Ja. Dus taal is eigenlijk het belangrijkste voor de mensheid, om de mensheid in stand te houden. Via taal kan je ook aan volgende generaties dingen doorgeven, kan je dingen van vorige generaties doorkrijgen. Ik zou eigenlijk gaan zeggen. We besteden niet genoeg aandacht aan taal, maar dat is niet helemaal waar. Surinamers zijn eerlijk gezegd dol op taal. Niet alleen Nederlands, niet alleen Surinamtongo, maar ook op de manier waarop men creatief met taal omgaat, dat zie je bijvoorbeeld op Facebook en zo, is te zien dat mensen belang hechten aan taal en dat is goed. Dat zie je in, we zijn één taalgebied samen met de Antillen, Nederland, België. Maar dat zie je niet zozeer op de Antillen. Sommige mensen weten dat ik een aantal jaren op de Antillen heb lesgegeven. En de manier waarop wij houden van ons Nederlands, we doen alsof we niet ervan houden en zo, alsof het te moeilijk is enzovoorts. Maar we houden van die taal, we houden van talen en we zijn erg bezig met taal en dat is alleen maar toe te juichen. Ja. In de afgelopen periode is er ook heel veel dus bewustwording gekomen over andere groepen hun talen, dus binnen de Surinaamse gemeenschap. Wat kan er nog gedaan worden om onze taal of onze talen te verbeteren of beter begrip ervoor te hebben?
Wel, ik ga u eerlijk zeggen, was niet de bedoeling van dit programma. Maar ik ga u even een kleine openingetje geven. Ik ben samen met twee andere mensen bezig met een onderzoek naar de talen Kromanti en Luwango. Wat u zegt is helemaal waar. Er komt ontzettend veel aandacht voor andere talen. En dat zou zo altijd zo moeten zijn. We leven zo dicht bij elkaar, de verschillende groepen in deze samenleving. Waarom kennen we elkaars talen eigenlijk niet? Ik kan alleen in het Hindustaan zeggen, ik hou van je of zo. Maar verder is Hindustaan, Javaans, Chinees. Ik ben kwart Chinees, ik versta geen Ja. Al die binnenlandse talen, Indiaanse talen, weet u, Creooltalen. Ik ben bezig met een klein onderzoekje en ik hoop dat er steeds meer en meer bewustzijn komt voor elkaars talen. Niet alleen voor de eigen taal, maar ook voor elkaars talen. Vindt u dat misschien de regering of de overheid ook eraan moet trekken, dus dat er meer bewustwording komt over talen en dat er gedaan wordt aan concrete taalkennis? Want op school krijgen mensen bijvoorbeeld alleen Nederlands, Engels, maar we stimuleren niet dus de talen van onze eigen culturen in Suriname. Precies. Ik vind zeker dat de regering daar iets aan zou moeten doen, maar eerlijk gezegd zijn ze daar al aan begonnen. Al 2 jaar geleden is er een talencommissie. Vergeef me, ik ken de betiteling, die titel van die commissie niet precies. Maar hij staat onder leiding van mevrouw Dr. Renata de Bies. We hebben bijna dezelfde voornaam. En die commissie zou een taalbeleid moeten uitstippelen. En ik denk dat ze dat ook van plan zijn. Ze zijn al begonnen met de spelling van het Sarantongo. Ze zijn nu bezig aan de spelling van het Sarnami. En dus ik denk dat de regering eindelijk, na zoveel jaren, eindelijk een begin heeft gemaakt. En dan moeten we inderdaad streven naar een begincursus op school. Dat we allemaal een beetje Sarantongo leren. En geen nonsens meer schrijven. Weet je, dat we de spelling een beetje leren, officieel vanuit de school. Daar moeten we naar streven en we moeten alle andere talen niet vergeten. Want er zijn zoveel talen. Sommige bronnen zeggen we hebben 17 talen in Suriname. Sommigen zeggen we hebben 21 talen. We hebben zoveel talen. We zouden er echt meer mee moeten doen. Ja. En terugkomend op uw tijdschrift, Tongo is taal, is er het deel dat dit jaar uitkomt ook meerdere talen dus, of ja, verhalen over meerdere talen opgenomen? Ja, kijk, we besteden altijd aandacht aan een andere taal dan het Nederlands, hè. Want het werd oorspronkelijk gesponsord door de Nederlandse Taalunie, dus onze focus is op het Nederlands. Alles is in het Nederlands. Vorig jaar hebben we het Chinees een beetje bekeken. Dit jaar hebben we het dus over Maron-talen, onder andere. En veel over het Sarantongo. Vorig jaar hebben we ook iets gehad over het Sarnami. Oké, en u heeft aangegeven dat het exemplaar van dit jaar op de website beschikbaar zal zijn. Ja. Zullen mensen het kunnen downloaden? Ja, het kan gedownload worden. Het kan volgens mij zelfs heel makkelijk uitgeprint worden. Okay. En nogmaals, de website waarop het te bezichtigen is? Het is dus te bezichtigen op www.tongoistaal, gewoon vast in elkaar, kleine letters, .com. En je kunt dus behalve, zoals op een echte website, gewoon de verschillende dingen, want we hebben meer dingen dan het tijdschrift op de website. Behalve dat kun je dus gewoon echt het tijdschrift aanklikken en gewoon bladeren als een echt tijdschrift. Zo kun je het lezen. Oké. En heeft u ter afsluiting een boodschap voor onze kijkers? Ja, ik denk dat de boodschap is tweeledig. Het eerste deel is lees. Alsjeblieft lees. Iedereen, oud, jong, lees. En het tweede gedeelte van mijn boodschap is, we moeten niet alleen zelf lezen, maar we moeten er ook ons erg goed van bewust zijn dat we behalve voedsel, fysiek voedsel, ook voedsel voor de geest nodig hebben. En dat we daar meer aandacht, meer tijd en meer geld aan moeten besteden
om de mensen die na ons komen, de generaties die na ons komen, meer te lezen aan te bieden. Dank u wel. Dank u. Zo kijkers, met de boodschap van mevrouw Sluisdom zijn we gekomen aan het einde van dit deel van deze aflevering van In Gesprek Met. Gaat u nog niet weg, want we hebben nog een deel voor u. Zo kijkers, dit is het derde deel van deze aflevering van In Gesprek Met. In dit deel praten we met Pandit Nitin Jagbinden over Nowrathi. Nowrathi is op 15 oktober begonnen en duurt 9 dagen. Pandit Jagbinden zal ons meer vertellen wat Nowrathi betekent en wat de Hindoes, broeders en zusters gedurende deze 9 dagen en nachten allemaal doen. We praten vandaag over Nowrathi. 15 oktober start Nowrathi weer. Wat betekent Nowrathi voor de Hindoestaanse gemeenschap? Ja, het betekent heel veel. Binnen de Sanatan Dharma, binnen het Hindoeïsme, wordt de Almachtige vereerd in verschillende vormen. In een persoonlijke vorm, in een onpersoonlijke vorm. Maar ook in een mannelijke vorm, ook in een vrouwelijke vorm, soms half man, half vrouw. Dus kortom, in oneindige vormen wordt de Almachtige vereerd. En Nowrathi, de 9 dagen en nachten, is een periode waarbij het vrouwelijk aspect van die Almachtige wordt vereerd in de vorm van Shakti, van kracht. Ja? De vorm van de Almachtige is Satchidanand. Sat is het mannelijk aspect, Chit het vrouwelijk aspect. En wanneer je beide dan hebt, heb je anand of bliss. En dat is eigenlijk in het kort dus dan over de Nowrathi. En wat gebeurt tijdens deze 9 dagen en nachten? Ja, kijk u, het is een tijd van bezinning. Een tijd van vasten. U weet dus dat vasten, dat heeft de wetenschap ook bewezen, heel veel voordelen met zich meebrengt. Voordelen voor de geest, voordelen voor het lichaam. En in Nowrathi zijn de gesternten, zijn de constellaties, planetaire constellaties, sterrenconstellaties, kosmische constellaties, kosmopolitische constellaties, zijn zo gunstig dat het bij uitstek een periode is waarbij je veel meer kracht kunt halen uit de kosmos. En wat gebeurt er daar? Wat kun je doen? Je kunt chanten, je kunt reciteren, je kunt vasten. Je kunt rituelen verrichten, je kunt mediteren, toch? Dus ook mandirdiensten worden gehouden tijdens deze dagen en nachten. En dat allemaal zorgt ervoor dat je zelf kan gaan verheffen. Ja, geestelijk kunt verheffen, lichamelijk kunt verrichten. Alleen maar positiviteit kunt halen uit het geheel. En de gemiddelde hindoe, zeker, maar zelfs niet-hindoes, gebruiken deze periode dus dan om zeg maar meer te kunnen halen en dat allemaal hebben we nodig voor een gezond leven. Ja, u heeft onder andere gezegd dat mensen in deze periode vasten. Is het vanaf een bepaalde tijdstip naar een bepaalde andere tijdstip? Ja, kijk u, de Sanatan Dharma, dat betekent de eeuwige wet, heeft geen credo's, heeft geen vast concept. Alleen zo kun je vasten. Of zo moet je vasten. Nee. In het boek Moreel-ethische beschouwingen kunt u bijvoorbeeld zien dat de Sanatan Dharma wordt beschouwd als een etalagekast. Waarbij je mogelijkheden hebt. U mag zelf bepalen op welke wijze je wilt vasten. Vanuit het moeilijkste en de hoogste vorm. Niets eten en drinken. Tijdens de gehele Nowrathi periode. Een trapje lager, alleen fruit nuttigen. Dan weer een trapje lager. Het nuttigen van vast voedsel, maar alleen zoetigheden. Bijvoorbeeld rijstebrei,
dat noemen we meat-hub hut in het Hindi. Maar tenminste dat je dan vegetarisch of veganistisch moet zijn. Ja, en wij zijn ervan overtuigd dat elke Hindoe, ja, het allergrootste deel, zeker wel vegetarisch, veganistisch is tijdens deze periode. Want we weten dus dat het nuttigen van vis en vlees eigenlijk verboden is binnen de Sanat en Dharma. De wetenschap heeft het ook bewezen, spijsvertering, zwaarder, etc. Dus dat zijn de verschillende modaliteiten om te vasten. En u kiest zelf voor een bepaalde modaliteit, maar u moet wel iets doen. Dat is tenminste vereist, dat is tenminste wat wordt verwacht als mens zijnde. Ja, en de regering heeft geprobeerd dus een, de ambtenaren die participeren aan Nauradi om dat tegemoet te komen en gezegd van mensen mogen vanaf 12 uur naar huis. Hoe is dat een... ziet u dat als een tegemoetkoming? Natuurlijk, zonder meer. Het verzoek is gekomen vanuit de Sanat en Dharma. Laat dat duidelijk zijn. Omdat onze structuren, je moet rekening houden, we hebben 150.000 geloofsgenoten. Een heel grote groep in Suriname. En het verzoek is al jaren. Om dus dan tijdens de Navratri-periode, dus dan, indien de dienst dat toelaat, vrijstelling van dienst te krijgen. En wij als religieuze organisatie, wij hebben het verzoek van de geloofsgenoten hebben wij vertaald middels een brief naar de president van de Republiek Suriname. En de president heeft positief daarop gereageerd. Heel goed. Waarom? Omdat de twee, er zijn eigenlijk vier Navratri perioden in het jaar, waarbij dus twee uitbundig worden gevierd. En laat dit duidelijk zijn dat deze twee Navratri periodes de periodes zijn waarbij de gemiddelde hindoe het meest vast. En volgens de statistieken zijn ook de meeste mandirgangers ook tijdens deze twee Navratri periodes. De meeste rituelen, het zij in huiselijk sfeer of in collectief verband, vindt tijdens deze periode plaats. Toch? Dus daarom is het goed geweest dat de president en natuurlijk de regering, ook het ministerie van Binnenlandse Zaken, goedkeuring heeft gegeven. En natuurlijk zijn er mensen die anders overdenken en die ook zeggen, nou, het was niet nodig en zo. Maar daarom hebben wij ook gezegd, wij houden rekening dat werk ook voorkeur moet genieten binnen het ambtelijke, toch? En daarom zijn wij redelijk geweest. Om als religie, wij kennen onze verantwoordelijkheid. We zeggen niet van nee, iedereen naar huis. Maar wat gaat gebeuren met het werk van de overheid? Dus wij zijn ons bewust van die verantwoordelijkheid. En daarom hebben wij in die brief gesteld van regering, indien de dienst dat toelaat, dat de mensen eerder naar huis moeten. En waarom zouden ze eerder naar huis moeten gaan? 1. De Navratri-periode, verrichten de rituelen en alles, het chanten, het mediteren, eenmaal 24 uur, dag en nacht. En je hebt mensen die ook in de ochtenduren, ja, ook na 12 hun rituelen willen verrichten. Dus daartoe moeten zij, zeg maar, die flexibiliteit kunnen hebben, kunnen ervaren vanuit hun werkgever. 1. 2 is, hoe heet het weer, veel mensen, vooral als het gaat om collectieve aangelegenheden, die we noemen gaan puja's, rituelen die worden verricht in de verschillende woonwijken. Het zou handig zijn dat u dan een keertje ook gaat met uw cameraploeg, hoe dat wordt met honderden mensen, soms duizenden mensen op één plaats. En dan moet er gekookt worden. En u kunt niet vanaf, hoe heet het weer, 4-5 uur in de middag, vanaf de ochtenduren moeten voorbereidingen worden getroffen om te gaan koken voor al die mensen. Dus dat is één. Ander ding is rituelen die thuis ook plaatsvinden, waarbij mensen ook in huiselijke sfeer de andere mensen, geloofsgenoten, moeten gaan helpen. De mensen die bijvoorbeeld moeten vasten, weet je wat 2,5 uur eerder naar huis gaan betekent? Heel veel. Dus, en zo kunnen we doorgaan. Er zijn zoveel argumenten die kunnen worden aangehaald. Kortom, het gaat erom dat het vaststaat dat 2,5 uur eerder naar huis gaan vanuit 2:30, 2:30 terecht is en het betekent heel veel. En wij als Surinamers, we zijn multi-etnisch, we weten vanaf de peuter- en kleuterschool,
zijn we samen met die christenen, met die moslims in één klas. We kennen elkaars culturen. Ook bijvoorbeeld in de Ramadanperiode. We weten dat onze moslimsbroeders, dat het een hoogtijperiode is. De werkgevers houden daarmee rekening. Ik hou daarmee ook rekening. Toch? Dus ook bijvoorbeeld dat de moslims bijvoorbeeld elke vrijdag 12 uur naar huis mogen. Dat doen ze al decennia lang. En ook voor de christelijke broeders. Dus er is, we leven zo in een eenheid in Suriname. Toch? Dat we begrip hebben voor elkaars situatie. En dat de werkgevers, maar ook de werknemers, ook collegiaal toe, dat begrip tonen en moeten tonen, zouden moeten tonen. Hey, laat ik dan wat extra vandaag werken, dat mijn Hindoe-collega dan eerder naar huis gaat. Ik vang op, maar als ik in die Ramadan-periode ben, of tijdens de Pinkstervakantie, of weet u wel, dat wij, dus wij moeten, dat zorgt voor die eenheid. En het is goed op gang in Suriname en moeten dit dan koesteren. Dus kortom, het is op zijn plaats dat de Hindoe-broeders en zusters dan tijdens deze Navratri-periode dan die gelegenheid wordt aangeboden. Ja. Dus er zijn 4 periodes van een Navratri en er zijn 2 grote of belangrijke periodes. Welke zijn die 2 periodes? Is dit de laatste periode? Nee, ja, dus wanneer we kijken vanuit de Gregoriaanse kalender, dan is dit dus dan de 3e periode. Er volgt na 3 maanden dan nog 1. Ja. En dit heet dus dan de Shardiya Navratri. Ja, dus dat is dan wanneer het op het noordelijk halfrond dan de herfst begint. En de eerste volgt net na het begin van het nieuwe jaar binnen de Hindoe kalender. Dat is de Vasantiya Navratri. Wanneer dus dan de lente opkomt op het noordelijk halfrond. Ja, en daartussen, dus om de 3 maanden, heb je dus dan een Navratri-periode. Die 2 zijn een beetje verscholen. We noemen ze Gup-Navratris. Dat is dan voor mensen die op een ander niveau zijn, de transcendentalisten en de spiritualisten. Dat wil niet zeggen dat deze 2 periodes ondergeschikt zouden zijn, maar het wordt uitbundiger dan gevierd. Oké, okay. En wanneer is Diwali? Diwali, ja, dat ken ik niet uit het hoofd zo. Maar na deze Navratri-periode volgt dus dan Diwali. Meestal in de maand november, oktober, november. Oké, Okay. Wat was het? Heeft u misschien een boodschap aan uw Hindoestaanse broeders en zusters? Ja, dus ik wil alvast onze broeders en zusters wil ik een Shubh Navratri toewensen. Maar ook aan de andere Surinamers, aan iedereen. 1. 2. Ik vraag ondersteuning van ook de niet-Hindoes, van iedereen, dat dus dan wij allemaal in zijn geheel zeg maar gretig gebruik kunnen maken van de gelegenheid die de natuur ons biedt, die de Almachtig ons biedt om te vasten. Let wel, de Sanatana Dharma is niet specifiek alleen bedoeld voor Hindoes, het is een eeuwige wet die voor iedereen geldt. Dus ook aan de niet-Hindoes vraag ik om ook mee te doen met vasten. Wanneer zaken een collectieve aangelegenheid vormen, dan heb je ook meer kracht. Je hebt meer energie, die aura is sterker. En laten we dus allemaal gaan vasten in deze periode, zodat we dan ook Suriname tot grotere hoogtes kunnen brengen. Dank u wel. Zo kijkers, hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van In Gesprek Met. Namens ATV zal ik zeggen Shubh Navratri. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Dan zijn we terug met de nieuwe aflevering van In Gesprek Met.